Kom Skip, 1, 2 en is klaar. En kleine pasjes. En op die lijn en een klein beetje op de voorvoeten komen. Hè? Op de lijn, niet te ver naar voren, Joris. Zijwaar. En gewoon kleine pasjes. Zo ja, kleine pasjes. Goed aansluiten, Skip. En op, Kasper. Oplet, juist. Oh, ga door. Op de lijn, hè? Goed zo. Op de voorvoetjes, op de voorvoeten, op de voorvoeten, op de voorvoeten. Niet de grote passen, Kasper. Kleinere pasjes en op de lijn houden. En afmaken de oefening. Als dat moeilijk is, dan moet je het vertellen. Het is. Wow, vertel je naam maar eens en zeg maar eens wat je hier doet. Nee, blijf van me staan, blijf van me staan. Ik ben Kasper. En ben iets harder praten. Ik ben Kasper en ik ben hier aan het achter. Oké, en wat wil je hier leren? Goed leren tafeltennissen. En heb je het idee dat je aan het leren bent? Ja. Ja? Wat is het moeilijkste op het moment nog? Topspin. Had jij de oefening van je? Had jij de oefening bij je? Ja, hè? Pak het papiertje maar eventjes. Pak het maar eventjes op de tafel. Ik volg je wel. En jij komt netjes terug. Kom maar terug. Jullie gaan gewoon even lekker door, hè? Oké, okay, vertel mij maar eens in woorden, wat is de oefening? Hard spreken, hè? Ja, inspelen met voorhand. Ja? Voorhand inspelen. Had je dat op papiertje staan? Nee. Waar heb je erop staan? Slag maken, ja? Topspin en uitstappen. Anders gaan we heel goed. Hup, voorhand, hup. En door. En backhand. Hup, naartoe, voorhand. En spelen, hup, niet duwen, spelen met die voorhand, hup, duwen, hup, juist, hup, 1, 2, niet naar boven, naar voren toe spelen, naar voren, juist, naar voren, hup, en naar voren, hup, niet duwen, spelen met die onderarm, en 2, hup, hup, ja, doorhalen, doorhalen, doorhalen. Je bent dan niet moe wel, kom op, spelen. Bewegen, bewegen en spelen. 1. Spelen, spelen. Niet blijven staan in die midden. Dan naartoe gaan, naartoe gaan. En terug. Spelen, spelen. Hier, je raakt hem al, hè? Bop, doorgaan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, dan vraag ik het je nog een keer. Heb je papiertje bij? Ja. Ja, en wat staat erop, Oscar? Vertel maar in jouw woorden, en hoef je niet te moeilijk te doen, wat jij moeilijk vindt. Hadden we afgesproken, hè? Vertel het maar eens. Service. Ja, service. En defect maken. Oké, okay, service en defect. Dus als er een bal met, ook als er een bal met backspin komt, vind je het ook moeilijk? Om daar eens mee te doen of wil je zelf effect maken? Ik wil zelf effect maken, maar ik vind het ook moeilijk om als diegene een backspinbal geeft, ja. En dan doen. Oké, okay, dan krijg je daar van Skip. Ken je al backspinbal service geven? Een service geven naar Kasper toe? Of naar Oscar? Nee, dan maar gewoon een bal schuiven naar Oscar. Schuif maar eens eventjes gewoon. Oscar, trouwens, hoe lang ben je al hier? Een half jaar. Oh, een half jaar. Ik denk ook nog niet helemaal, maar goed. Heb je al dingen geleerd? Ja. Wat, welke dingen? Wat op? Uithalen. Ja? Wat uithalen? Ja, welke been moet altijd achterstaan? Rechter. Als je back-end parallel speelt, waar sta je dan de voeten? Back-end. Dan mogen ze... Rechter. Nee, nooit, Oscar hadden we gezegd, nooit rechts moet voor, alleen op een korte bal om in te stappen. Anders moet je rechtsvoet niet voorzetten.
Als je heel goed bent, kan dat wel eens gedaan worden. Maar als we het leren, doen we dat vooral niet. En bewegen, bewegen, bewegen. Naar die bal toe en bewegen. Die staat rechtop. Dieper blijven zitten. Juist. Spelen, spelen. Hup, spelen. Dat is wel iets beter. Hup. Niet met de bed als een hamer vasthouden. Gewoon vasthouden. Stop even. Wie hebben we daar? Wie hebben we hier? Ja? Ja, Anna en nog eens. Anna? Ja, Jitte, je hebt toch een achternaam? Ik wil ik uit te spreken. Zeg het toch maar. Fitzkuzic. Zeg het nog eens. Fitzkuzic. Oké, moeilijke naam. Anna, hoe lang ben je nog hier? Bij de tafeltennisclub, denk je? Nou, nog wel een paar jaar. Een paar jaar? Nou, ik denk nog niet dat het een paar jaar is, hoor. Maar goed, dat maakt op zich niet zoveel uit. Wacht even. Rustig. Jij wist niet wat we doen, maar wat vind jij op dit moment, nu je hier bij bent, wat je wel geleerd hebt? Wat weet je wel? Nou, dat bedoel ik eerst eens, ga maar als eerst eens met, weet je hoe je je bed vast moet houden? Weet je hoe je moet gestaan? Nou, laat dat eens even zien dan. Oké. Waar staat nou die voet? Heb ik dat ooit gezegd? Ja, de rechtse voet moet iets naar achteren, maar gelijk aan je voet. Nee, je zet je... Nee. Dat heb ik je niet uitgeleerd. Jij doet met de voet dit, maar je moet dezelfde voet zo. Dus je staat aan de gelijk. Eerst tegen elkaar aanzetten. Zet hem maar tegen elkaar en nou uitstappen. Nee, niet naar achteren. Nou op de zijkant. Zo ja. Oké, nou sta je in ieder geval goed. En waar is de basiskant van de tafel? Waarom speel je dan heel vaak de service vanuit de voorhandpositie uit? Op de voorhandtafel op? Spelen en doorhalen. Hup, en terug. Bewegen, bewegen. Spelen, spelen. En backhand. Hup, hup. En backhand. Bewegen. Je bent aan het rennen. Op de voorvoeten, juist. Dat is beter. Die backhand, de voorhand gaat al iets beter. Hup, juist. De voorhand doorhalen. Blijf diep zitten. Blijf diep zitten. Diep. Ja. Backhand spelen eerst. Hup, voorhand. Hup. Voorhand, dekken, voorhand. Juist, doorhalen. Hup, juist, naar voren. Hup, 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 en bewegen. Hup, hup, ja, dat is altijd goed. Hup, bewegen, Anna, niet laai. Hup, doorzetten, goed zo, hup. Hup. Hoe oud ben je? 10. Hoe lang ben je bij tafeltennis hier? Sinds eind zomervakantie. Oké. Ja, oké. Wat is er? Dat je zegt, dat heb ik wel geleerd. Zeg nou niet wat je niet hebt geleerd, daar hebben we niks aan. Wat je wel hebt geleerd. Wat weet je al wel? De basis. Ja? Wat moet jij vooral doen? En sneller op die voorvoet. Op die voorvoet te dansen. En dansen, juist. En met die voeten dansen. En dansen, en dansen. En terug. Hup, niet wandelen. Op die voorvoetjes dansen. Hup, hup, hup. Kijk, nou ben je al moe, hè? Niet, hè? Dit is de jonge dame die heet? Renate van? Nee, zeg. Van? Nee. Oh, oké. Okay. Je bent nog niet zo lang hier, hè? Nee. Je bent hier eigenlijk gekomen met die groepje van 5, 6 om die introductie toen. Vond je het leuk om daarna toch nog te blijven tafel tennissen? Ja. Nou, ik vond je toen ook al heel ijverig en ook best al kon een bedje goed vasthouden. Je was ijverig genoeg. Coördinatief is een moeilijk woord. Was je ook goed. Dus ik dacht, nou die kon wel eens hier bij de club komen. Nou, dat heb je gedaan. Vind je het nog steeds leuk? Ja. Oké. Okay. Heb je al iets dat je zegt van ik weet al wat je geleerd hebt? Hoe je moet staan. Hoe, doe dan maar gewoon zeggen hoe je moet staan. Oké. Okay. Je moet je eigenlijk een klein stukje van je voeten zo vandaan. Ja, heel goed. En ja, perfect. Dan zou ik een klein stukje naar achteren gaan, Renate. Een klein stukje, sorry. En als je nou naar de voren toe gaat, hè, doe dat eens gewoon eens eventjes, hoe je dat moet doen.
Wat hadden we gezegd met welke voet? Oké, okay, weet je het weer? Ja. Hup, ja, en van onder naar boven en naar voren, hè? Hup, ja, van onder, ja, is in ieder geval iets. Oké, okay, hup, ja. Komt allemaal goed. Oké, okay, hup, ja, jammer. Kijken naar het balletje. Hup, short bed. Ja, ja. Alles. Ah, speler, ja, die mag harder, die mag harder. Nog eentje, een harder. Komt de allerlaatste hard, hè, en hard, hè. En hoe heet jij, jongeman? Ik ben Joris. Joris. En heb je het hier naar je zin? Ja. Ja? En hoe vaak kom je per week? Twee. Twee keer, altijd? Oké, hoe oud ben je? Nee, oh, had ik het al gevraagd of niet? Had ik het niet gevraagd, hè? Nee. Maar goed, dat maakt er zich niks uit. Hoe vind je dat het gaat met je? Vind je dat het goed gaat? En wat gaat er goed? Voorhand? Backhand begint wat te komen, hè? En wat vind je van het voetenwerk? Een beetje, maar dat mag beter, hè? Je vliegt van hot naar haar, van links naar rechts en van rechts naar links. Wat moet je altijd, als je van de basishouding begint naar de voorhand, welke voet verzet je het eerst? Links. Ja, als je er tenminste zodanig bij kunt, als je links rechts hebt gezet, dat je dan ook bij de bal kunt. Als je nog korter is, hoef je alleen maar rechts te verzetten. Hè? Als je de bal het midden krijgt, hoef je alleen maar rechts te zetten. Hoeft niet per se twee stapjes, maar als het kan, met twee, zo weinig mogelijk stapjes te zetten, om dan zo bij de bal te komen. Wat vind je nog moeilijk? Backhand. Oké, okay. Vriend. De Joris bezig. Ja, Joris krijgt nog de backhand, midden en voorhand. Ik probeer wel sneller te spelen dat je ook beweegt. De voorhand niet duwen, hè. En sneller bewegen op je voorvoeten. Hup, 1, 2, hup. En bewegen. Hup, zie je te laat. Terug. Sneller dansen. Hup. En terug. Terug. 1, 2, 3. Even stoppen. Niet Warrenstein, hè? Stijn, als je daar nou dus gaat daar eens gewoon staan en doe eens even stilstaan. En doe eens de hele slag, krijg dezelfde bal van Nick, maar dan doe je hem alleen met je onderarm spelen. En dan zet je die zo door, dat je, want nu ben je met je voeten zo dadelijk aan het doen dat je zelf je hoofd dol maakt. Ga daar eens staan, in de voorhandpositie, krijg de bal en doe je met je onderarm die slag maken. Oké, okay, komt-ie, hè? Hup, juist, doorhalen. En dan naar voren spelen, hè? Pats, naar voren. Ja? Sluit maar gewoon aan. 1, 2, pak. Ja? 1, 2, pak. En ontspannen. Ontspannen houden. 1, 2, komt ie. 1, 2, pak. Ja? Oké, okay, en dan voor. Hup, juist. En doortrekken. Niet inhouden. 1, 2, pak. Juist. Hup, 1, 2, tjak. Doorhalen. Je stopt met de slag. Tjak. Doorhalen. Draaien. Juist. Ja, dat is al beter. En indraaien die slag. Ja, dan nog meer. Gewoon op. 1, 2, kom. Pak. Juist. Dan gaat beter. 1, 2, tjak. Naar voren. Je brengt hem naar boven je lichaam. Je moet hem naar voren brengen. Tjak. Ja, goed zo. Dat is al iets beter. Tjak. Naar voren brengen. Je brengt hem weer naar boven. Hup.